Ja, die, uh, die chemie. Daar hebben we het al met een paar mensen over gehad. En veel van jullie weten ook al iets van het soort onderzoek. Um, vandaag spreek ik alleen over voedselresiduen. Je kunt ook andere residuen op andere objecten bestuderen. Maar daar ga ik vandaag niet over praten. Nou, heel kort: <laughs> uh, andere containers, metalen containers, andere objecten. Uh, kunnen ook resten op zitten, dus hou je ogen open. Maar vandaag hebben we het over voedsel. Um... Ja, inhoud, materiaal uh, hebben we het al over gehad. Methode hebben we het ook al over gehad. Maar ik ga jullie vertellen wat ik voor methode gebruik: um, FTIR, mondvol, maar in, in principe infraroodspectroscopie. Uh, DTMS, mondvol, maar eigenlijk. Massaspectrometrie die is toegepast op vaste stoffen. Dus directe tijdopgeloste massaspectrometrie, DTMS, Geet dat. Denk aan massaspectrometrie die je toepast op vaste stoffen, dus oppervlakte residuen. Dan wil ik een aantal case studies met jullie bespreken en iets, nou ja, iets concluderen op het eind. Um, ja, dat hadden we al gezien, dat vervelende verhaal. Ik ga het nog een keer met jullie erover hebben. Wat doe ik nou? Zoals ik al verteld heb, heeft het zin, als je niet weet wat het materiaal is, te beginnen met een breed spectrum-analyse-methode? Dat betekent dat je niet zoveel weet over de uitkomst. Ik gebruik FTER, dat zit hier. XRF is eigenlijk een methode die je gebruikt om anorganische componenten te bekijken. Dat kan ook. Dat is ook zo'nzelfde soort van techniek, op hetzelfde niveau. Ik gebruik FTIR. Dat is mijn begin. Als het ware een soort van waardering van je residu. En wat heeft dat als voordelen, deze FTIR-methode? Nou, je krijgt de eerste indruk van of er überhaupt organische verbindingen in zitten. Oftewel, zou het voedsel kunnen zijn? Of niet? Er zijn er ook waar niks in zit, dan ben je meteen klaar. Je weet iets over de staat van preservering. Is het goed gepreserveerd of niet zo goed gepreserveerd? Dat is ook al een beetje antwoord op de vragen die eerder kwamen. Om um, door wat voor omstandigheden is het goed gepreserveerd. Um, je, hoort, je ziet iets over de, de homogeniteit van het monster. Uh, chemisch gezien uh, kan ik zeggen dat het relatief homogeen is, behalve dat er altijd zand in zit of klei. Um, en het voordeel daarvan is dat het relatief snel is en goedkoper dan de meeste andere technieken. Dat heeft zin in de archeologie. Hè? Je kunt dus een grotere collectie materiaal bekijken, je kunt snel de eerste screening doen. En zeggen, nou ja, daar zit helemaal niks in. Afsluiten of er zitten in bepaalde dingen wat in. Daar kun je mee verder. Uh, nadelen: uh, beperkte identificatiemogelijkheden. Het is een globale techniek. Breed spectrum, maar globaal. Uh, bij mengsels en zo wordt het minder makkelijk om conclusies te trekken. Want het signaal wordt eigenlijk pas opgepakt als er ongeveer 5% van het volume organisch is. Als ik FTR gedaan heb. Oh, dan ziet het er ongeveer zo uit. Hier heb je een van die beroemde. De bloed, uh, nou, druidsporen aan de buitenkant van aardewerk. Uh, het fotootje rechtsboven toont dat. Uh, het zat ook aan de binnenkant van het aardewerk. En dit FTIR-spectrum, dat zegt je natuurlijk helemaal niks. Maar. Prachtig. Prachtig. Heel mooi gepreserveerd. Lekker dingetje. Helemaal precies proteïne hier. Helemaal duidelijk zichtbaar. Wat wil dat zeggen? Voor mij. He, toont dit dus dat het een verkoold eiwit is. Of gedeeltelijk verkoold eiwit. Dat is nog geen bloed, hè? Ik wil jullie absoluut afraden dat het woord bloedsporen ooit weer in mijn aanwezigheid te gebruiken. Want we hebben nooit bewezen dat het om bloed gaat. We willen dat graag. Hè? En als we het vergelijken met andere verkoolde materialen, dan lijkt het natuurlijk het meeste op bloed. Als je verder geen andere eiwitten verkoelt. Maar het is geen bloed. We kunnen dat nog niet bewijzen. Ik ben bezig met onderzoek richting Proteomics. En hoop dat we daarmee iets meer kunnen zeggen over wat voor eiwit het precies is. Het is een albumine. Maar welke weten we nog niet. Dus nooit meer dat woord bloed horen. Mm. Graag. Druipspoelen. Um, ja, en als ik dat dan gedaan heb, dan denk ik ja, mooi mooi residu. Wat gaan we nou doen? We gaan het volgende stapje doen. En dan hebben we weer diezelfde tabel, hè? Of grafiek eigenlijk. En dan ga ik dus van hier de volgende raketje. Stap je in naar iets wat meer gedetailleerd is, maar nog steeds een breed spectrum techniek. die je kunt gebruiken voor een heleboel verschillende componenten. Voordelen? Een heel klein monster is nodig. En je hebt het dus over iets wat kleiner is dan een luciferkopje. Dat is natuurlijk gunstig, want dan kun je er dus een aantal keren bemonsteren en een aantal keren uh, kijken of je analyse klopt. Je ziet het hele monster. Je zegt die gehele voedsel. Je ziet de koolhydraten, je ziet de vetten, je ziet de proteïne als ze erin zitten, je ziet de sterolen als ze goed bewaard zijn. En dat is dus een heel, nog steeds een breed spectrum techniek, maar wel veel gedetailleerder. Het werkt dus ook bij de identificering van kleine restjes van voedsel in deels verkoolde of geheel verkoolde materialen. Als ze compleet verkoold zijn, dan zit er alleen nog maar koolstof in. Maar ergens daartussenin zit ze maar tussen de 200 en 300 graden. Dan gaat het een beetje verkeerd worden. Dan kunnen wij nog wel wat zien. We kunnen namelijk de verkoolde resten zien. Van de oorspronkelijke componenten. Nou en nadelen? Het geeft geen recept. Ik weet niet of er schapenvet met worteltjes gekookt is. Wat ik weet zijn voedselgroepen. Ik kan zeggen een dierlijk vet met een zetmeelhoudende plant is gekookt. Een wortel heeft namelijk ook zetmeel erin of suikers. Maar ik kan jou niet zeggen of het worteltjes waren of misschien graan, want daar zit ook zetmeel in. Dat is dus een nadeel. Ik kan je dus niet op species-niveau, wat je dus bijvoorbeeld op Alusi wel kan als ze iets ziet, soms kan ze zeggen: Nou ja, dit is dit soort graan. De starmel, of het is barley of, of emmer of. Uh, als je lipideonderzoek doet, kun je soms zeggen... nou ja, dit zijn grazers en dit is niet alleen maar een dierlijk vet... maar dit is een dierlijk vet van dit soort dier geweest. Ik kan soms zeggen dat het melkproducten zijn... maar niet of het een geit of een schaap of een koe is geweest. Snap je wat ik bedoel? Het geeft je dus groetzelgroepen. Uh, dat ziet er zo uit, zo'n uh, DTMS-spectrum... En je kunt je voorstellen dat het uitwerken van al deze cijfertjes en al deze hoeveelheden. en het interpreteren van zoiets best wel complex is. Want dit is maar één plaatje. En ik heb natuurlijk als ik analyses doe. vele van dit soort plaatjes. Hoh, honderden letterlijk. Dit is alleen maar een samenvatting. En hieruit kan ik dus bijvoorbeeld zien. ah ja, daar zitten inderdaad. Uh, pols bewegen. Ja. Er zit inderdaad heel veel vet in. Oh ja, een hele korte ketens. Oh ja, melk waarschijnlijk geweest. Uh, cholesterol, ja, ook. Oké, okay, een beetje proteïne, ja, klopt, waarschijnlijk een melkproduct. Dus op die manier gaat dat dan, He, globaal gezegd. Dus weer, een aantal case studies. Liefst op verschillende vraagstellingsniveau, laat ik jullie even zien. Ik heb niet meer zoveel tijd, hoeveel tijd heb ik nog? Vijf minuten, oké, okay, dat gaat lukken. Uh, niveau 1, object. Nou ja, dat is makkelijk. Een object. Een mooie pot, gevonden in een komische context. Uh, Simone was degene die het aanleverde destijds, geloof ik. Wierden, Wierden, Enteren de Akkers. 2007 al gepubliceerd, kun je nagaan. Vroege ijzertijdpot, interessante context, apart begraven, bijna heel compleet profiel. Wat, wat is er nou, wat is er in die pot gebeurd? Wat, hoe is die gebruikt? Biox deed de botanie en ontdekte dat in de inhoud van de pot uh, wat granen zaten... En ook allerlei andere dingen zaden en zo, die meer iets zeiden over, de, over een omgeving, zijn nee, een omgeving, maar geen voedsel specifiek aangaven. Lucy deed uh, Sam, geloof ik, hè? En je vond, alleen de kleine stukjes van. Ah ja, dat was het kleine stukjes. Klein, ja, klaar. staat er ook op. onder. Niet op, hè? Die staat er niet op. Die publicatie is zonder jouw naam gebeurd. Niet goed. Eh. Um... Kleine stukjes houtkool. Kleine stukjes houtkool. En dan ga je natuurlijk denken, ja, laten we dan maar de chemie doen. Toen kwam Lucy bij mij, een van onze eerste projecten geweest destijds. Uh, ja, iets met chemie. Doe maar iets met chemie. Nou ja, DTMS toonde... Berkenbastier. Huh? Geen voedsel. Die pot is de laatste gebruiksfase van die pot zijn tierpot geweest. Prachtig profiel, geen twijfel over mogelijk. Goed. Niveau 2. Um, een assemblage uit Pest en Akker. Dat is een uh, site in Zuid-Duitsland, tegen de Alpen aan. Laat Neolithicum. Um, mooie ding, 19 huizen. We hebben materiaal uit één huisplaats bekeken. Twaalf potten in dit geval. Nog steeds niet de hele grote, grote collectie, maar toch. Um, groep 1. We hebben drie soorten residuen gevonden. Groep 1. Lucy vond Emma. Duidelijk aanwezig. En ik vond... Chemisch gezien heel veel koolhydraten, die horen dus bij graan, zeg maar. Een beetje lipide en een beetje proteïne. En in de groep 2 vonden we geen plantenmateriaal, geen emmer, niks, proteïne en lipide. De lipide leken richting melkproducten te gaan, dus daar hebben we het over een of andere vorm van melkbereiding, verandering. In, tegenwoordig zou ik zeggen, pak die eruit en stuur die naar Uske. Wat Uske zou kunnen bewijzen of het werkelijk om melkproducten gaat, want zij doet lipideonderzoek. Destijds werkte Uske nog niet daar, dus hadden we geen plek om het heen te sturen. Groep 3, Berkenbastier. Dus er waren een heleboel potten met Berkenbastier. En als je die uitzet op, de, op deze plattegrond van het huis, dan zie je die grote kamer vrijwel helemaal leeg. Geen residuen. En de meeste residuen van de verschillende typen komen voor in kamertje 2. Het leuke is dat daar ook een maalsteen gevonden is. En een soort van een haardplaats. Dus, um, tja, de plaats waar voedsel werd voorbereid. Ik wil niet zeggen keuken, maar zoiets zou je er toch van kunnen maken. Niveau 3, daar komen we terug op de Corded Aware. Die, 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 die dat grote onderzoek van Corded Aware-nederzettingen. Waar Lucia en ik uh, opper, uh, de uh, oppervlakte-residuen hebben bekeken. Drie sites. Uh, Kijnsmenbrug klein, met veel verschillende soorten aardewerk. Minoker Zeewerk grote sites, met minder variatie aan aardewerk. Het aardewerk was meer vergelijkbaar. We hebben twee soorten aardewerk bekeken: fijn versierd en grof onversierd. En zoals je ziet, grote aantallen hè, uit elke site van beide soorten T. Dus alles bij elkaar, ongeveer 60 residuen bekeken. En wat blijkt nou? Dat mooie versierde aardewerk, waarvan iedereen altijd. Zegt dat het denk aardewerk was. He, je ziet allemaal de plaatjes voor je van barbaren uh, mannen die bier drinken. Geliefd onderwerp in de ik weet niet waarom. Um, en het blijkt dus dat dat de potten zijn waar het de, de kookresidu in zitten. En dat de, het grove aardewerk had wel wat kookresidu, maar relatief weinig. Dus, een van de vele conclusies. Het is maar één stukje wat ik eruit haal. Er is veel meer te vertellen, maar het leuke was dus dat het fijne versierde aardewerk in alle drie de sites het kookaardewerk was. En dat is, dat is maar één onderdeeltje van een heel complex verhaal. Maar dat geeft je dus aan dat er in de Corded Ware op dat moment in die drie sites die uitgezocht zijn een duidelijk cultureel patroon zichtbaar was. Dan praten we dus over een heel ander niveau dan. De ene pot wat zat erin. Ik moet opschieten, want mijn minuten zijn voorbij. Conclusies: als je zichtbare fragmenten ziet, of in ieder geval een structuur ziet in je residuen. Ga dan naar de botanie toe. Ga Lucie opzoeken. Samenwerking helpt natuurlijk. We, we werken veel samen en dat, geeft, dat versterkt de resultaten. Um, chemische methode: stapelen. Denk aan stapelen. Klein, breed beginnen, waarderen laten. Als er wat in zit, verder. En als er weer wat in zit, nog verder. En het is dus een stapelproces. Het voordeel daarvan voor jullie als archeologen is... dat als het niet goed is, dat je vroeg kan stoppen. Minder problemen, minder geld, minder tijd. Ja, oh nee, ik mag niet over geld praten. Veel haat, gaan we beneden in de kreet. Belangrijk gegeven in veel opgravingen en in veel processen voor archeologen. Um, als je goed materiaal hebt, voortzetten verder naar de specialisten toe, die specialistische één soort componenten nog veel meer detail kunnen bekijken. Goed, dat was het. Dankjewel.